Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag, gaan we weer iemand aanpakken. Vandaag heb ik besloten dat ik alleen positief ga zijn. Maar natuurlijk niet! Nee. Hoe langer ik nu, zeg maar, in de enorme fuik zit van cursusverkopers, hoe groter een mafkees ik tegenkom. En vandaag hebben we er eentje. En bij hem vind ik het eigenlijk een soort van zielig, want het is soort van zo sneu. En maar heeft die gast echt geen flauw idee wat hij aan het doen is. En iedereen is hem aan het memen. Dus ik dacht, nou, daar kan ik nog wel een schepje bovenop gooien. Dus dat gaan we doen. We gaan vandaag kijken naar Nick op Hei. Wat ik al een hele rare naam vind. Want kijk, ik heet Koen van. Of je heet van de, of van der, of ter. Maar op. Hè? In ieder geval, je ziet hem hier zitten. Hij heeft meegedaan aan Ex on the Beach. En dat is een programma. Ja, ik denk dat de meesten wel kennen. Waar je dan erheen gaat. En dan komen er allemaal exen van je uit het water. En dan gaat iedereen een ruzie maken. Omdat, ja, dan is het zo van. Dat was een ex van mij. Nou, zo, dat, ook hoe ik het spreek, zo gaat het hele programma ongeveer. Hartstikke leuk. En je ziet hier Nick zitten, hij zit rechts. Hij heeft een XS shirtje aan met een merk erop. En ik hoef jullie waarschijnlijk niet te vertellen waarvan dit merk is. Maar daar komen we zo nog op terug. Laten we even kort, korte intro van wat hij zegt hier. Ik heb normaal nooit spijt van dingen die ik doe. Dat is goed om te horen. Maar wat ik met Lynn gedaan heb, ook gezoend, gepakt en zo, dat had ik echt niet moeten doen. Hij heeft Lin gepijpt. Ik vind Lin helemaal geen mannennaam. Wat ik met Lin gedaan heb. Gezoend, gepijpt. Nou, dan weet je ongeveer het niveau waar we naar gaan kijken vandaag. Sorry alvast. Op basis hiervan ging je ook bij Rumach zitten. Dat kennen jullie wel waarschijnlijk. Dat is dat wat toen helemaal gecanceld was en nu soort van weer niet. Gaat wel een beetje viral op TikTok en zo. Een beetje de mooie boy. Want zelfs Iris Endhoven die glijdt van de stoel, zag ik. Ja, ik volg dat ook allemaal niet meer, man. Ik hou die berichten niet bij. Maar ook, ook echt gekke berichten. Ik heb vorige week heb ik mijn sokken opgestuurd. Ja, 50 euro. Heb jij dat gedaan? Ja, 50 euro. Nee. Nou, je bent 50 euro voor de sokken van die gozer. Holy shit. Wil iemand mijn sokken kopen voor 200 euro? Stuur me een DM. Dan maak een screenshot. Dat doe ik in de volgende video. Dat je wie smeerlap bent. Je bent je aardig vriendenfleesje. Ja, nice. Gaat hij ze dragen aan zijn voet of gaat hij ze dragen op zijn voeten? Ik weet het niet, maat. Ik weet het niet. Hoezo denk je gelijk dat het een man is? Dat zegt hij. Nee, het was een man. Oh, het was een man. Sorry, ja, man. Dat ik luister naar mensen. Dat is een ding, hè? En toen had hij die 50 euro overgemaakt. Ja. En toen vroeg hij of ik nog meer wou doen. Ik zo, ligt eraan wat. Hij bedoelt een beetje vieze dingen, maar dan is het meteen op de blok, toch? Wat gebeurt hier? Dat wilde allemaal raar dingen. Kan je even leuk foto sturen van je kontje? Stuur even foto van je kontje. Hij doet natuurlijk. Wat is nou naast dit het gekste bericht wat je hebt gehad? Dat een van een moeder en een dochter dat ze helemaal vastgebonden en volgenoemd worden. Nee, dat vind ik heel gek. Ja, maar ik kreeg allemaal zo graag berichten. Ook van jongens die vastgebonden willen worden en zo. Ik reageerde allemaal niet op. Nee, reageer je nergens op? Sorry? Ja, natuurlijk wel. Als je af en toe, ik krijg veel lieve berichten. Ik heb volgens mij één haatbericht gehad van iemand die mij een tegenmogol vond. Een jongetje van 14. Maar kijk, ik kan daar alleen maar mee lachen. Hij heeft één bericht gehad dat iemand hem een tegenmogol vond. Dat kan ik echt niet geloven dat het er maar één is geweest. Dat kan echt niet. Als je haat krijgt, kijk, ik heb het goed voor elkaar in mijn leven, mijn eigen bedrijven. Goede vrienden, familie, dus ja. Waar ze ook mijn druk over maken dan. Waarom doe je dat shirt dan in XS aan? Ik snap dat niet. Iedereen ziet dat dit shirt gewoon te klein is. En hij zal vast wel gespierd zijn, maar... In ieder geval, Ex on the Beach is een programma waar hij aan meedeed. Kijk, het is zo van al die gasten waar we het nu over gehad hebben. Die Gerlanko, Wees Mijnans, al die mensen. Die hebben eerst doen ze iets. Eentje doet YouTube eerst, eentje maakt eerst TikToks. Hij eerst Ex on the Beach. En dan die bekendheid denken ze van, ja, ik kan eigenlijk helemaal niks. Ik kan niks. Wat ga ik doen? Cursussen verkopen. Ik heb trouwens, maar ik ben er nog even mee bezig. Ik heb allemaal DM's gekregen van mensen en die laten zien hoe onder andere die Gerlanko aan de klanten komt. Door gewoon vol te liegen. Dat is echt bizar. Dat is echt bizar, mensen. Stay tuned. Maar in ieder geval, deze Nick is groot fan van iemand anders die bij Ex on the Beach heeft meegedaan. Dat is Harry. Harry, die kennen jullie wel. Harry van het kamp. Dit is Harry. Dus jij denkt dat ik maar heb genaakt, dan zijn we klaar. Eerst kom jij hier stoer doen. Oh, ik nak iedereen, En dan heb je iemand genaakt en dan ga je er in één keer over liegen. What the fuck? Wil je ook nog een burger of zo? Het kan je zien, aangezien die Nick doet tegenwoordig optredens. Want die is ook DJ of zo, weet ik het. Ja, nou, die is DJ, maar daar gaan we zo naar kijken. Maar ja, dit nummer komt wel redelijk bekend voor, denk ik. Harry zijn snaps op bouwt, zo bouwt Nick ze ook op. Harry is een intro-nummer, je weet wel dat nummer van. Ja. Dat is ook niks een intro-nummer als Nick een DJ-setje gaat draaien. Nou, Harry had toch, hoe noemen ze dat? Harry gaan krullen, permanentje. Of... Ja. Nou heeft Nick ook een permanentje. Ja. Die Nick doet dus gewoon alles na. Is je een beetje obsessief met Harry? Ja, dat denk ik wel, eerlijk gezegd. NOH is de nieuwe HVK of zo. Ik dacht eigenlijk, wat zeg jij nou? Maar oké, die Nick is dus, heeft niet echt eigen identiteit en besluit dus om eigenlijk alles te doen wat Harry doet. En Harry is dus DJ, dus Nick dacht, die kant kan ik ook op. Nou, dit is zo mooi. Dit is echt zo mooi. Dit is gewoon een normaal optreden volgens mij. Ja,
Wat zegt hij nou? Oh, komt-ie. Zieke Ed. 3, 2, 1, kom. What the fuck? Hij heeft één zieke voice crack. Moet je horen. Dozer. What the fuck? Spel chaos letter voor letter in de comments, maar kans op 100 euro. Zo werkt toch helemaal die trend niet? Ja, dit is zo mooi, jongen. Het is dat je chaos, maar wel per comment. Dat moet je wel in je challenge schrijven. Spel chaos letter voor letter in de comments. C-H-A-O-S. 10, 10, 10, 10. Zou hij al deze mensen 100 euro geven? Oh, tering mooi, zeg. Laten we even kijken als je DJ skills. Jee, dat is een criminele man. Zo ver naar aankomen in Mercedes, denken jullie? Goos, waar zit ik naar te luisteren? Holy moly. Wat gebeurt hier allemaal? Ik zweer het je, als ik bij in een tent zou staan en dit was de muziek, ik zou meteen weggaan. Hey, nee. Gozer! Je huis in de fik! Kijk even naar rechts! Er komt allemaal rook van rechts! Oh nee! Wanneer je neef je DJ set laat uitproberen. Dit gaat zwaar op mute. Lijkt een beetje op onze laatste EP. Heb je het koud? Ja, de gasprijzen, die zijn geen geintje. Dat zijn echt geen geintje. Dit is zo slecht. Dit is echt zo slecht. Ja! Yeah! Waarom gaat hij ineens naar buiten kijken? Wat is dit nou? Waarom gaat hij ineens naar buiten kijken? What the fuck is dit? We gaan even kijken of ze een keer al was. Nou goed, hij is dus DJ en te boeken. Je kan boeken op een Gmail adres. Wat zou hij nou kosten? Dat kan al niet meer zijn dan 5 euro. Stel je hebt een feest opgezet. Nou ja, dan heb je wel een soort van verstand daarvan, denk ik. En dan kies je hem. Dat kan toch haast niet. Oké, maar dan hebben we de DJ filmpjes gehad. En de standaard filmpjes dat het gewoon, ja, het gewoon een hele rare gast is. Dan weet je waar we nu naartoe gaan. Ja hoor, ik gooi hem aan. Yes, ze zeggen dat crypto gokken is. Je onderzoekt eerst en investeert iets met de juiste kennis, strategie en portfolio management. Net zoals aandelen en vastgoed, dus het is geen gokken. Ik denk dus oprecht dat deze gast een IQ heeft van 80. Dan ben je zeg maar net niet helemaal gek, maar wel zwak begaafd. Dat denk ik. En dat is niet erg, maar om dan een cryptocurrency te gaan verkopen is niet het slimste idee. Laten we even kijken naar zijn website. ProJan. Kijk die foto. Ready to change. Wij zorgen voor extra inkomen in crypto. Succesvol traden, weinig kapitaal, financieel vrij leven. Dan ben je hier op het juiste adres. Beoordeling 4.8 van 5. Oh, dat is heel goed. Maar waarom kan ik er niet op klikken? Zoek het even op. Proyals beoordeling. Dit is niks. Dit is helemaal geen... Is even Trustpilot en Proyals? Nee, op Trustpilot bestaat het ook niet. Dus dit is nep. Dit is nep. Is dit trouwens lelijk, zeg dit. Holy shit. Wat een alsof het met Windows XP gemaakt is. Wilt u cryptocursus? 1-op-1 coaching. Maar krijg je dan coaching van hem? 24/7 bereikbaar voor al je vragen. Nou, ik wil dit echt testen. En alle vragen. Dus je kan ook vragen van... Wat zou ik eten vanavond? Dat is toch mooi. Je gewoon compleet random dingen gaan vragen. Ja, dat vind ik schitterend. Mindset, belangrijk om de psychologie en ideologie. Ideologie? Voor mij is het ideologie. Maar goed, van crypto te begrijpen. Zo, je hebt 2 zinnen op je website staan en 1 van de 2 zinnen is fout. Ideologie. Kijk hem zitten. Kijk hem zitten, Jalla. Dat is toch echt niet normaal. Kijk nou, dit is toch ongelofelijk. Kijk nou hier. Wat is dit voor foto? Zeer tevreden over de cursus van Nick. Ik heb me aangesloten wat mijn kennis wilde vergroten. Ik wist niet zo goed wat ik van moest verwachten. Oh mijn god, jongens. Als je deze foto opslaat en open, wordt het automatisch casual urban menswear medium. Dit is gewoon een stokfoto. Het is gewoon een stokfoto. Chick. Afdeling opstaan als smiling woman poses medium.
Dit is gewoon een dit is gewoon oprecht een vieze oplichter. Dit is gewoon een oplichter die nep-reviews maakt. En ik snap niet waarom hier niks tegen gedaan wordt. Die vent zegt gewoon dat hij een 4.8, uit 5 heeft. En die heeft hier gewoon 3 volledig nep-reviews staan. Eerst dan zat ik eerst de cursus gekocht. En na het zien van deze waardevolle cursus heb ik ook meteen de coins gekocht. Flip op, dat heb je helemaal niet. Kijk nou, hier. Dit is hem. Dit is die gast. Urban. Free HD picture of downtown streets. Dat is die vent. Dat is gewoon van het internet genakt. Ongelooflijk. Wat is deze? Man views water. Ook nep. Verander dan tenminste de naam van je foto. Maar deze gast is zo dom dat hij dat niet eens weet. Ik zie op de Instagram. Oh, ze hebben een filmpje. Hij zit gewoon helemaal niks te doen. 5 jaar plus ervaring. Tevreden, punt, leden, punt. Ik ben Nick, 20 jaar en eigenaar van ProYalls. Ik zit nu 6 jaar in de markt. Ik ben altijd begonnen met investeren in crypto, forex, stocks en e-commerce. Door crypto en forex heb ik grafieken leren lezen. Dus hij is hier nu 6 jaar in de markt, terwijl daar stond 5. Oké. Door e-commerce heb ik geleerd om sites te maken en marketing sales te laten. Nou, die site ziet er goed uit. Dat heb je mooi geleerd inderdaad. Ik ben altijd een investeerder geweest met als doel om geld voor mij te laten werken. Pas van tijd inleveren voor geld. De hoge inflatiecijfers en de afnemende koopkracht weet ik dat mijn geld in iets wil stoppen dat meer waard wordt. Er zijn verschillende assets. Ik heb ervoor gekozen om dit in crypto te doen. Aangezien dit best nieuw was en je met crypto van weinig geld echt veel kan maken. Het is gewoon gokken op deze tijd. Hij is gewoon aan het gokken. Toen ik 18 ben, heb ik meteen ProYalls opgestart en ben ervan bewust. Maar hij is nu 22. Dat is pas... Ja, dan bestaat het bedrijf nu 4 jaar. Oké. Niet te veel bezig moet zijn, maar je moet je op één ding richten en daarin uitblinken. Ik heb veel cursussen gevolgd, boeken gelezen, professionals gesproken. Maar al maak je dit stukje in Word, dan zie je al dat dit niet klopt. Dat je niet zo professionals niet schrijft. Maar goed, hoe is mijn passie ontstaan? Tot de dag van vandaag zit ik 3 jaar lang elke dag... 3 jaar? Dit was net als 6. Ik had totaal geen kennis, dus van een heleboel ben ik weer 9% verloren. Maar door die moeilijke tijden ben ik nu wel de succesvolle persoon geworden wie ik nu ben met de juiste mindset en kennis. Mindset is enorm belangrijk, want als je moet geld begrijpen dat je geld kunt maken, zeg ik altijd. Een mens zonder mindset is een auto zonder wielen. Met een coach leer je alles goed, duidelijk en snel. De coach is in principe op jou gericht, op persoonlijkheid en financiële leven. Perfect voor naast je studie of baan. Ik coach mensen van 50 die eigen groot bedrijf hebben, maar ook mensen van 18. Ik coach mensen van 50. Cap. Ja, misschien je pa. Ik sta 24/7 klaar voor al je vragen. Ik zal je altijd helpen. Informatie blijft door, zo je wordt genoeg gevoed om alles te snappen binnen de tijd. Maar die 24/7, dit is een belofte die je hier maakt. Ik ben dus wel van plan om dit te gaan kopen en nog gewoon wakker te bellen. 3 uur s'nachts. Kijk, bijvoorbeeld op Ik Word Te Goed word je wel 24/7 geholpen. Maakt niet uit of jij maandagochtend om 3 uur s'nachts de code koopt. Of vrijdag om 7 uur s'avonds. Altijd je code direct op je scherm. En ik zou nu zeker kopen van Timo de Heer is uit. Dus PlayStation en Xbox kaarten. Koop het bij Ik Word Te Goed. Yo maat, mijn vriendin stuurt me net nieuws. Nice man. Wil je ze zien? Wat? Stel je krijgt nieuws van je vriendin en je gaat aan je maat laten zien. Dat doe je toch niet? Dat is toch echt heel erg raar. Maar ik ben dus benieuwd of ik dit mag kopen en allemaal online mag gooien. Aangezien, kut, nu heb ik het gezegd. En dat wordt natuurlijk nooit gekocht. Dus hij weet het. De eerste persoon die dit koopt, dat is cool. Ik ben toch wel vrij zeker dat dit mag toch niet? Wat je gaat doen, je gaat iemand coachen op financieel gebied. Dus je geeft financieel advies. Er staat nergens dat het geen financieel advies is. Maar je mag helemaal geen financieel advies geven op het moment dat je daar niet voor gestudeerd hebt. En als ik nou even een half uur in deze gozer heb gekeken, dan doet mij iets zeggen dat hij daar niet voor gestudeerd heeft. Ik vraag mezelf of hij zijn basisschool heeft afgemaakt. Dit vind ik ook zo mooi. Dat je dan hier drukt op plan een gratis gesprek in. Daarvan selecteer je service. Denk je, ah, nou ja, dan ga ik even kiezen. 1 optie. Er is geen 1 tijd bezet. Alles is nog open. Maar hij is standaard op zaterdag en zondag. Kan je niet voor 10. Want dan is hij natuurlijk brak van het weekend. Normaal gesproken zou ik, als hij gewoon een normaal bedrijf zou hebben. En je zou zien dat het zo slecht in elkaar zat. En met stokfoto dingen. Dan zou ik wel denken van, dat is een soort van sneu. Maar aangezien hij mensen gewoon keihard probeert te naaien. Met een cursus aan te smeren voor 1300 euro. Waarin je dan crypto tips krijgt van iemand die niet tot 10 kan tellen. Ja, dat vind ik echt ernstig. En dat dit mag, vind ik ook bizar. Waarom grijpt niemand in? Het kan toch niet zomaar? Dat is gewoon een of andere gozer die denkt van... Het is vandaag 18 graden, Bitcoin gaat omhoog. What the fuck? Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Zeg een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Ik wil toch nog even wat positiefs zeggen over Nick op hij. Doei!